Wat een droevig stel klunzen zijn dat toch ook. Grote god nog een toe. Er is een ditje en er is een datje. En ik kan niet zo goed opschieten met Piet en een ander weer niet zo goed met Marieke. Wat een kabouterpolitiek. Het Verlossum, kunt u mij horen? Het blijft toch even spannend in Turkije, hè? Tweede ronde daar. Vorige aflevering die gaat over Erdogan en waarom die moet opdonderen, volgens Maarten. Mocht je die aflevering gemist hebben, hij staat in de beschrijving bij deze podcast. Dan kun je hem heel makkelijk terugluisteren. Laten wij eens even doorpraten over de binnenlandse politiek. Want de onderhandelingen voor de provinciebesturen gaat op de achtergrond door. Hier in Utrecht is BBB buitenspel gezet. Dat het wel allemaal alweer ontzettend lang gaat duren. Ja. Dat had ik wel begrepen. Ze hebben in Utrecht de BB-beweging hebben ze buitenspel gezet. Maar elders weer niet. En de onderhandelingen hebben bovendien geleid tot herrie in de linkse coalitie, om het maar even zo te noemen, tussen Partij van de Arbeid en GroenLinks. Wat een droevig stel klunzen zijn dat toch ook. Grote god nog een toe. Heb je eindelijk iets tot stand gebracht en bij de eerst denkbare gelegenheid, niet waar, staan ze weer aan de deur te wrikken. Waarom hebben ze ruzie gekregen dan? Nou, omdat op sommige plekken de PvdA wel doorgaat met de onderhandelingen, maar GroenLinks niet. A, heb ik begrepen. B, ik heb dat overigens helemaal niet. Ja, wie gaat dat nou volgen, al die onderhandelingen in die stomme provincies? Nou, ik niet, dus laten we het eens rustig aanwachten wat het oplevert. Maar ik begreep ook, volgend jaar hebben we Europese verkiezingen. En GroenLinks voelde er niet voor om met een gezamenlijke lijst te komen. Dat je ook denkt, ja, ik geef het op. Ik geef ook de linkse samenwerking op. Laat ze in godsnaam stikken in, niet waar, in de ellende van het kleine verschil die wat ik alles geschetst heb. Ja. Studentenpolitiek, dat is wat het eigenlijk is. Terwijl ik toch begrepen had dat ze dusdanig ook contractjes onderling hadden getekend, dat ze echt serieus verder wilden met elkaar. Ja. Dat is over dus niet zo. Onderwam. Zonde eigenlijk. Ja, altijd wel iets, pijntjes en pijnen. Verzwikte enkels, geschrapte ditjes. Het is treurig. Ik kan niet anders zeggen, het is diep treurig. Denk je dat toch misschien de uitslag van de laatste verkiezingen een beetje tegenvalt dan dat ze gehoopt hadden? Geen flauw idee. Ik denk, ja, incompabiliteit des humeurs, mensen die niet zo goed met elkaar kunnen opschieten, eigenwijze portretten. Ik begreep dat die GroenLinks Europese leider, ik ben zijn naam vergeten, een eigenwijs portret was. Ja, en dan loopt het dan weer spaak op. Kortom, ben ik teleur. Ja, toch weer. En dan denk ik, wat ben ik toch ook een naïef portret. Dat ik denk, ook eindelijk hebben ze er iets van gebakken. Het is heel redelijk afgelopen voor die Eerste Kamer. Voor die Provinciale Statenverkiezing. En verdomd, ze slagen er weer in om weer ruzie met elkaar te krijgen. Dat is toch wel knap. Hè? Maar ik sta ook mee van harte feliciteren. Hè? Linkse ruzie. Hè? Waarom heeft de studentenbeweging in alle opzichten nooit wat bereikt? Omdat ze altijd herrie kregen over totaal ondergeschikte punten. Hè? Omdat ze niet over hun eigen schaduw heen konden springen. Dus u vindt het ook wel onverantwoordelijk? Ja, totaal onverantwoordelijk. Ik heb al eerder gezegd dat we hebben in Nederland, weer langzamerhand hebben we in Nederland een heel heerleger van linkse partijtjes. GroenLinks, Partij van de Arbeid, Volt, Partij van de Dieren. En hebben we ook nog de SP. Als we lang genoeg wachten, verdampt die wel. Maar goed, die is er ook nog steeds. Als je ze allemaal bij elkaar optelt, is het een serieus blok stemmen. Dan kunnen we links vooruit. Ja. Maar dat doen ze niet, want ze vinden het heerlijk om een klein beetje ruzie met elkaar te maken. Want ja, ze hebben toch puntjes. En ja, er is een ditje en er is een datje. En ik kan niet zo goed opschieten met Piet en een ander weer niet zo goed met Marieke. En nou ja, van deze weer. Wat een politieke dwergen. Hè? Wat een kabouterpolitiek. Ze zouden ze in het boek van Rien Poortvliet moeten kijken en zich van die suffe puntmutsen moeten aanschaffen. Maar zijn de verschillen dan niet te groot onderling? Want de PvdA-achterban is natuurlijk totaal anders dan de GroenLinks-achterban. Natuurlijk zijn er onderling verschillen. Maar uiteindelijk is er heel goed een programma te schrijven, een links programma te schrijven, waar in principe elk verstandig linksdenkend mens het eens mee kan zijn. Dat is zeer wel mogelijk. Ik wil het best doen voor ze. En daarmee kun je ook die achterbannen die toch verschillend zijn, Vraag natuurlijk. Vooral omdat die Partij van de Dieren, die heeft ook zo'n escapistische achterban.
dat politiek eigenlijk maar niks is, maar dat die dieren toch hartstikke zielig zijn en je moet ergens heen met je stem. En niet stemmen kan ook niet, dus weet je wat, Partij voor de Dieren. Vind ik ook niks. Nogmaals, ik vind het verder prima, die Partij voor de Dieren, maar ik heb wel de indruk dat iedereen daar overspannen raakt, maar dat is dan weer een andere kwestie. Nee, ik zou zeggen, hechte samenwerking, dan kun je dus iets bereiken. Zo zal links voorlopig ook niets bereiken. Ja, dus we mogen eigenlijk wel concluderen, die linkse samenwerking is mislukt. Nou, dat weet ik niet. Ja, dat is nou weer een stap te ver. Ik probeer ze nu een beetje te irriteren en hoop dat, nou niet dat mijn stem er iets toe doet, maar of het mislukt is, dat moeten we een beetje afwachten. Maar dit is wel vrij pijnlijk, ja. Dat je dus bij de eerste, de beste lichte frictie, dat je dit glazen krijgt, dat is toch wel droevig. Vind je er iets voor te zeggen in de provincies dat PvdA dan bijvoorbeeld zegt, oké, wij gaan wel mee in de coalitie en de GroenLinks zegt, wij haken af. Moet je elkaar daar dan ook niet vasthouden? Ja, dat vind ik wel, dat je dat moet doen. Als je dat nou afgesproken hebt, moet je dat ook wel doen. Maar dan moet je niet op al te kleine piemelige puntjes de boel ja, afhouden. Maar de samenwerking was natuurlijk... Sowieso is politiek ook een beetje grote lijnen trekken. Hè? Altijd wel iets piemeligs te verzinnen waar je het niet mee eens bent. Of dat je vindt dat je liever groene auto's hebt dan rode auto's. Het is altijd wel wat. Daar moet je wel overheen kunnen stappen. Maar de samenwerking was natuurlijk specifiek voor de Eerste Kamer. Dus niets, ik heb niets over de provincies gelezen. Nou, ik neem aan, samenwerking is samenwerking. Dan opereer je in feite als een eenheid, want dat was toch de bedoeling, een eenheidsfractie in de Eerste Kamer. Maar, ja, niet, toch? Maar niet in het provinciecoalitie? Nee, dat niet, maar dat hoort er wel een beetje bij. Bovendien kun je dan ook, als je het samen doet, kun je denk ik grotere invloed uitoefenen dan wanneer je uit elkaar laat spelen. Ja. Maar je begrijpt dat in al die provincies, net als bij alle andere partijen, weer allebei... ruziemakers en querulant op lager niveau opereren. Ja, die dus zeggen, nou, de landelijke politiek kan dit wel zeggen, maar daar zijn wij het niet mee eens. Dit gaan precies, wij niet doen. Zij willen geen rode auto's, ze willen groene auto's. Nee. Overigens staat D66 ook volgens mij in alle provincies buitenspel, hè, voor de coalitie. Ja, maar hebben ze van tevoren gezegd. Want ze willen niet met BBB. Nee, dus ja, dan zet je jezelf per definitie buitenspel. Ja. Misschien dat ze dan in Utrecht weer terug kunnen komen, dat weet ik niet. Hey, een andere populaire term die nu vaak ook waarschijnlijk in de kwaliteitskrant genoemd wordt, is graaiflatie. Ja, dat is natuurlijk voor de hand liggend dat dat gebeurt. Er is forse inflatie, die is overigens enorm teruggezakt ondertussen. Zoals ook wel voorspeld. Maar ja, er is natuurlijk een jaar lang forse inflatie geweest. En natuurlijk de verleiding wel erg groot voor allerlei bedrijven om... je verkoopt geraniums in potjes in de tuinwinkel. Die dingen die kosten, laten we zeggen, 2,75. Er is geen inflatie, dus je maakt er 3,50 van. Krijg je er geen aandacht als je er een kwartje oplegt, toch? Pure winst. Dat is ook graaiflatie. Een beetje een lullig voorbeeld misschien, maar zo werkt dat. Zo had je in de horeca natuurlijk bij het schaaltje met de bitterballen misschien ook ietsje extra rekent. Kan zijn, toch? Vind je het kwalijk dat bedrijven dat doen? Nou... Ik juich het absoluut niet toe. Ik snap van alles. Daarvoor ben ik historicus. Je kunt namelijk iets snappen zonder het goed te keuren. Ja. En een nieuwe term deze week, waarschijnlijk ook in de kwaliteitskrant, namelijk graaiflatie. Dat zijn bedrijven die de inflatie misbruiken om extra winst te maken. En er zijn nu mensen die plaatsen die term in een historisch perspectief. Die zeggen namelijk, die graaiflatie die lijkt een beetje op de oorlogswinstmakers. Dat is een term uit de Tweede Wereldoorlog. En dat betekende eigenlijk dat er toen mensen waren, vooral boeren, die eten voor veel geld verkochten aan stedelingen die op het platteland op zoek waren naar voedsel. Ja, maar die zijn natuurlijk allemaal aangepakt na de oorlog. We hebben toen die politiek van Liefding gehad met dat tientje. En een heleboel van die oorlogswinsten zijn afgeroomd op die manier. Dat is heel snel en heel efficiënt aangepakt, even eerlijk gezegd. Ja. Sterker nog, Nederland werd gecomplimenteerd uit het buitenland van kijk eens, zo moet je dat doen. Ja. Meteen aanpakken. Is dat ook sommige boeren die verkochten voor heel veel geld of juwelen eten aan hongerige stedelingen die dat op het land afschuinden? Ja, je had boeren die zich fantastisch hebben gedragen, hulpvaardig, geweldig aardige luien, konden pitten enzovoort. En je hebt boeren die hebben zich ernstig misdragen. En ja, jij kijkt er nog verbaasd bij, maar het is toch de normaalste zaak van de wereld. Je hebt aardige boeren en je hebt klote boeren. Net zo goed als je aardige mensen hebt en klote mensen.
Ja, dat is niks nieuws onder de zon. En er waren ook foute aannemers die bouwden bunkers voor de Duitsers. Zeker. Ja, maar nou ben je aannemer. En ja, dat vind ik een lastig. Dan moet die aannemer zeggen, nee, sorry, ik bouw geen bunkers voor Duitsers. Dan bouw je gewoon niet meer. Dan bouw je 4 jaar niet meer. Je hebt werknemers, je hebt een bedrijf. Ja, ik weet het niet. Dat zou ik het lastig mee hebben gehad. Is dat dan als collaboratie te beschouwen? In zekere zin wel, ja. Ik heb daar nooit zo over nagedacht, moet ik je zeggen. Maar ik moet daar eens over piekeren. En nog verder. Je moet ook enorm uitkijken dat je natuurlijk ook in de oorlog samenwerking met de Duitsers niet bij voorbaat als misdadig, crimineel enzovoort ziet. Want ja, nogmaals, bij mijn weten, ik doe even de getallen. Er waren in Nederland 30.000 mensen actief in het verzet. De bevolking was 9 miljoen zielen. Dus er waren heel veel mensen die niet actief in het verzet waren. En natuurlijk, ja, die samenleving moest blijven draaien. Je hebt ook van die vrolijke foto's van de lente van pak een beet 1942. En dat de mensen allemaal heel vrolijk in een zomerjurkje de lente gingen vieren en gingen zitten picknicken. Daar heb ik ook wel eens bij gelezen. Schande. We waren bezet. Niet waar, ze hadden met het botermesje moeten gooien. Bij wijze van spreken. Nee. Dat is natuurlijk ook een heel geleidelijk verlopend proces. Hadden de mensen moeten protesteren tegen het weghalen van de Joden? Ja, in feite wel. Hebben ze dat gedaan? Nou, meestal niet natuurlijk. Ja, zo zitten mensen in elkaar. Ik weet niet hoe het... Want je kunt natuurlijk heel makkelijk zeggen dat je schande... Dat je pal had gestaan. Ik weet het niet. Stel voor dat het weer zou gebeuren. En vergeet nooit, het kan weer gebeuren. Het kan weer gebeuren. Nou, misschien niet direct en op afzienbare termijn in een land als Nederland of in bredere zin West-Europa, maar het kan weer gebeuren. Nou, Oekraïne is een goed voorbeeld. Bijvoorbeeld, dan word je bezet door een buitenlandse macht of bezet en die heeft geprobeerd om de Oekraïne te bezetten. Maar dat heeft nu heel effectief partij gegeven. Maar je moet de democratie die we hebben, die dien je steeds te bewaken. Je dient steeds je af te vragen, hoe ontwikkelt zich die? Waar zitten de punten waar de frictie ontstaat? Waar neemt de overheid een loopje met ons? Ik was wel echt ernstig verontrust over die motie in de Kamer. We hebben het er wel even over gehad, volgens mij. Waarbij een meerderheid bepaalde dat gezeik dat die rechters op grond van overeenkomsten die de overheid had getekend... dat die rechters de overheid dwongen om die overeenkomsten uit te voeren. Die afspraken na te komen. En dat de meerderheid van de Kamer dat maar niks vond. Die rechters, wat bemoeien zich mee, hè? Sukkels. Ja. Tegenwoordig ook voor 60% vrouwen weten we dus. Ja. Dus ja, en ik was daar enorm van geschrokken. Hoezo? Daar zegt toch een meerderheid van de Kamer, ja, die rechters moeten hun mond houden. Die rechters hebben groot gelijk dat ze tegen de overheid zeggen, joh, hou je aan je afspraak. Ik moet zeggen dat het kabinet wel begreep dat het niet zich hier solidair met die Kamermeerderheid moest verklaren. Precies, en bestuur en rechters. Maar het was toch een heel raar moment. Check even welke partijen daarvoor gestemd hebben. Welke waren dat? De VVD, het CDA, de SGP. Ja. En ik neem aan een en ander aan de rechterzijde, want dat was dus wel een Kamermeerderheid. Ja. Een Kamermeerderheid vond het noodzakelijk om de rechterlijke macht beslissend te corrigeren van daar mag jij je niet mee bemoeien. Nee, dat is dus een dictatuur. Nou, dat ruikt gek. Het is toch een beetje Netanyahu die van plan is om het hoge rechtshof in Israël eens lekker op te schudden. En te bepalen dat het parlement in feite soeverein is. Ja. Terwijl het natuurlijk hartstikke mooi is dat de rechter af en toe eens kan zeggen, beste overheid, heeft het mis. Denk aan al die agendazaken. Ja, want dat geeft natuurlijk mensen en organisaties ook hoop dat je ook tegen de overheid kunt procederen met succes. Precies, zo is het maar net. De trias politica, toch? Ja, als de overheid een afspraak heeft gemaakt met zijn burgers, en dat is vaak allerlei wetgeving, of afspraken heeft gemaakt op Europees niveau, ja, dan dient de overheid zich eraan te houden. Dat is een van de puntjes natuurlijk geweest van de Rutte-kabinetten. Een soort slordigheid. Zo, nou ja, kom op jongen, sloop ze vaart niet. Plant een boompje. Hè?
Ja, ik ben die met die zonnepanelen van mij. Ik weet niet hoeveel bomen ik al niet geplant heb. Maar dit is wel een belangrijk punt wat je nu zegt. Want dit moeten we eigenlijk onthouden voor volgende verkiezingen. Want dit zijn natuurlijk partijen die eigenlijk de vrijheid ook deels willen inperken. Door dit soort maatregelen. Ja, die hele wonderlijke opvattingen hebben over. Maar wacht even, het is niet de eerste keer dat de VVD zich met dit soort van ideeën encarneert. Want onze vriend, hoe heet hij toch ook weer, die in dat dacha van Poetin had gehoord hoe erg het allemaal wel niet was. Halbe Zijlstra. Halbe Zijlstra heeft al eens gesuggereerd bij mijn weten, in mijn herinnering, dat ja, al die Europese verdragen, daar moeten we nou eens vanaf eigenlijk. Dat is veel te streng, dat zijn we de bedoeling niet. En we hebben er een hoop last van. En dit soort van. Ja. Nee, Europese wetgeving, zo is de afspraak, prevaleert boven nationale wetgeving. In allerlei opzichten trouwens een voordelige zaak voor tal van mensen in Nederland. Ja, goed dat je dit even agendeert. Nee, ik vond het echt dat je denkt, wat zijn dat voor rare partijen die hier de rechter tot de orde roepen. Ja. En dat toch zonder enige grond daarvoor te hebben. Weinig aandacht daarvoor toch, terwijl het best wel ernstig is. Ja, ik vond er heel weinig aandacht voor. Ja. Nog één punt uit de tacht. Het heeft wel gewoon in de krant gestaan hoor. Ik zeg het nog even voor die lui die te weinig de krant leest. Ja, in de kwaliteitskrant en niet in de metro. Ja, de kwaliteitskrant, ja. In de metro heb je trouwens een rubriek, zag ik. Ja? Je hebt toch een rubriek waarin jij je mening geeft over de actualiteit. En dat komt in Metro. Dat is dat krantje wat je als je met de bus en de trein gaat. Dat komt omdat ik goed bekend ben met de redacteur. Of die zet de outsider. Nee, wacht nou even. De losse medewerker die regelmatig die rubriek maakt. En dan belt hij bij en vraagt hij, heb jij daar nog opvattingen over? En dan zeg ik er iets over. Maar het is mijn rubriek niet. A. B, het is ook zijn rubriek niet. B, het wordt door meerdere journalisten gevuld. Maar je weet wel in welke krant het komt, namelijk in de Metro. Ja, want ik krijg altijd wel een keurig tekstje toegestuurd. Ja. Maar dat is geen kwaliteitskrant, toch? Ik doe het aan de telefoon. Ja, maar dat is natuurlijk een leuk krantje, maar dat is geen kwaliteitskrant. Nee, maar met mijn commentaar natuurlijk wordt het wel bijna een kwaliteitskrant. Dat is natuurlijk waar, zeker. Overigens nog even aanstippen, 27 mei ben jij bij Dr. Kelder en Co. Dan ga je op Radio 1 het programma overnemen, hè? Overneem je zo te bedoelen. Want Jort kan niet. Jort kan niet. En zijn eerste vervanger, dat was mevrouw Hertzberg, die kon ook niet. En zodoende heeft hij het aan mij gevraagd. Ik vind dat heel leuk. Ik ben heel benieuwd hoe je dat gaat doen. Ja, hij schreef mij dat hij erg blij was dat een echte professor nu ging leiden. Ik ben helemaal geen professor. Ga ik niet nog een keer kijk dan uit. 27 mei, we zetten het in de agenda. 80-jarige oorlog nog even noemen. Toen had je landgenoten die rijk werden door kogels te verkopen aan de Spaanse vijand. Zeker. We hadden een levendige handel op de vijand. Ja, daar zaten we helemaal niet mee. En eigenlijk is het wel geestig dat we dik geld verdienden, nietwaar? Met allerlei militaire rommel waar we zelf in principe last van zouden kunnen krijgen. Dat is wel waar, ja. Maar ik denk ook dat we dan al in een fase zitten waar we natuurlijk het sterke vermoeden hadden dat we toch gingen winnen. Of eigenlijk al hadden gewonnen. Ja. Dit is allemaal over de OW'ers, de oorlogswinstmakers. Ja. Ja, die heb je altijd en overal. Ja. Zeker. Ja. Er moeten spullen geleverd worden. Hè? Je zou eens kunnen kijken dat natuurlijk die op een heel aantal punten in verband met de oorlog in de Oekraïne natuurlijk is de productie sterk verhoogd. Van, met name van artilleriegranaten. Ja. He, van de inflatie, was de inflatie. Ik zou wel willen weten of de prijzen daar ook niet een beetje lollig omhoog gaan. Nou ja, kijk, en je kunt natuurlijk altijd. Nou, het is treurig dat het gebeurt, maar het zijn allemaal vrij normale voorbeelden van menselijk gedrag. Precies, en we hebben een vrije markt, dus je kunt ook keuzes maken. Je kunt ook kiezen om niet bij Shell te gaan tanken of bijvoorbeeld in het schap in de supermarkt het budgetmerk te pakken. Ja. Ja. Ja, mensen ook die de benzine van de ene soort pomp leuker vinden dan die van een ander soort pomp. Heb je die mensen? Ja, die heb je volgens mij. Die nooit pomp. Die. Heb je nooit, is dat van, dat met metertje staat laag. Je ziet dat er een tankstation aankomt. Dat je zegt, nou laten we hier even tanken. En dat dan de automobilist zegt, nee, ik tank nooit bij. Vul maar in. Esso, Shell. Heb je nog nooit gehoord? Oh. Denk gewoon waar je de beste tankstation waar je bent, toch? Ik denk altijd bij hetzelfde station. Dus ja, ik ben een gewoontedier tot in mijn kleinste vezels. Je hebt hier in Utrecht op de Kardinaal de Jongweg, is dat volgens mij, heb je die firezone.
En daar hebben ze volgens mij op vrijdag hebben ze daar actietarieven. En er staat een file van mensen in de rij daar om bij zo'n onbemand... Het laatste wat ik bereid ben te doen in mijn leven is in de file staan voor benzine. Never, nooit niet. Of diesel. Never niet. Ja. En ik heb al een keer uitgelegd, ik sta liever niet helemaal niet in de rij. Er kunnen noodsituaties zijn waar dat noodzakelijk is, maar ik ga zeker niet voor goedkope benzine. Dit doet me denken aan een huisgenoot van mij, een deusje vol rijden. En dan zei hij, ja, ik heb nou toch een tankstation gevonden. Dan is de benzine weer wel 2 centen goedkoper. Ik zei, waar is dat dan? Nou, dat is een Boskoop. Dus dan zei ik, nu ben je dus naar Boskoop gereden met je heen. Om daar voor 2 centen minder benzine te tanken. Want had je niet beter gewoon hier kunnen blijven? Want je hebt toch op weg naar Boskoop en weer terug. Zelfs in een deusje vol heb je nog wel benzine gebruikt natuurlijk. In de grensregio hoor je dat ook vaak, toch? Dat mensen zeggen, we gaan even in Duitsland of België tanken. Ja, voor wat? Voor een paar dubbeltjes, misschien een paar euro's meer. Goed, ik tank altijd hier bij de BP. Onder andere afrit bij het stadion. En in België heb je nog de witte pomp, hè? Ja, ik heb ook een enorme hekel, dat moet ik erbij zeggen, aan geautomatiseerde pompen. In Tesla heb je dat ook tegenwoordig, dus daar is het personeel verdwenen kennelijk. Oh ja, dan moet je dus eerst afrekenen en dan kun je het tanken. Ja, maar je moet dan, ze hebben vaak een pomp, 2 pompen naast elkaar. En hoe ik er slaag, weet ik niet, maar uiteindelijk blijk ik altijd bij de verkeerde pomp een kaartje erin te hebben gestoken. Oh ja, ja. En dan is het niet te weinig tijd om je auto weer te flirten. Ik vind het allemaal verschrikkelijk. Het liefste had ik gewoon zo'n meneer als vroeger, die dan met zo'n vies lapje naar buiten kwam, tankte en dan even je voorruit schoonmaakte. Waarbij die meestal nog smeriger werd dan hij al was. Dat vond ik het fijnste toch. Volgens mij is de witte pomp is ook een tankstation. Dat is niet gelieerd aan een merk. Maar dat is dus, dan moet je hem afwachten. Wat ja, er schijnen op de losse markt, schijnen wel voorraden benzine te zijn die dan dus relatief goedkoop gekocht kunnen worden. Ja, je hebt volgens mij een Lanaken. Dan heb je een hele lange soort van provinciale weg. En daar liggen allemaal dit soort tankstationnetjes aan. Die allemaal stunten met prijzen. Ja, je weet waar je de meeste tankstations bij elkaar kunt zien. Namelijk in Luxemburg. Als je vanuit Frankrijk Luxemburg binnenrijdt, weet je wel. Ja. Ik weet niet hoeveel er daar niet zijn. Ja, dan maak je natuurlijk ook vaak de fout dat je in dat restaurant iets gaat eten. Dat is van een abominabele kwaliteit. Ik geloof dat wij weer vertrokken zijn tenslotte. Ga je bij het tankstation wel altijd aan de goede kant staan, dat je de slang meteen goed erin kunt hangen? Tegenwoordig wel, maar dat is iets nieuws. Ik moet zeggen dat ik vroeger, ik heb vaak genoeg aan de verkeerde. En dan moet je die slang zo lullig over je auto heen. En dan gaat het net niet. Nee, tegenwoordig weet ik het. Oké. Okay. En waar we jou nog niet over gehoord hebben, daar hebben we wel veel reacties op gekregen. Wat vond Maarten nou van de historische gebeurtenissen rondom de kroning van koning Charles, King Charles? Nou, daar heb ik alleen een flitsje van gezien eigenlijk. Maar ik vond het lachwekkend, sorry. Vooral omdat hij zijn moeite had om dat ding recht op zijn kop te houden. Je zag ook dat hij er helemaal niet prettig bij voelde. Die kroon. Al die foto's waar hij met die kroon op stond, daar keek hij even bang en ongelukkig. Het was 2 kilo toch, hoorde ik. Ja, ja, nou ja, je hebt in de kroon die lollige scène. Dat Elisabeth oefent met dat ding in bad en zo. En of dat ze ermee rondloopt omdat hij zo zwaar is. En... Maar ook Camilla keek er ongelukkig bij. Ja, wat zal ik even zeggen? Dat is natuurlijk poppenkast. Ik wil schitterend voor de show, voor de tv. Het is entertainment als je daar houdt van dit soort van dingen. Prinsesjes, deftige mensen, gezangen in kerk, oudere mannen in lange witte jurken. Dan is dit natuurlijk wel het absolute hoogtepunt van gekkigheid. En dat is het fijne bij deze kroning. Kijk, bij Elisabeth wisten we ook niet dat het 7 decennia ging duren voordat er weer een nieuwe zou komen. Maar nu weet je dat het over 1 jaar of 10 wel weer raak zal zijn. Hoewel die heel gezond schijnt te leven. Heb je hem ook gezien met die, hij kreeg 2 van die stokken kreeg in zijn hand. Het zal een andere naam hebben, maar op een gegeven moment had hij helemaal, had een... De scepter neem ik aan. De scepters, ja. Dat is een symbool van de macht die hij niet heeft. Maar hij had er 2. En had ook nog werd ook gezalfd en zo. Ja, en de bol. Zet ze nog een gordijntje eromheen. Maar verder heb ik niks. Ik heb niet meer gezien dan de flitsen in het journaal. Bestempel je het dan wel als een historische gebeurtenis? Nee, het is een gebeurtenis. Ik kan niet ontkennen, het is een gebeurtenis. Maar het is meer een gebeurtenis in de zin dat, wat zullen we zeggen, dat Rihanna haar enkel heeft verstuikt.
dan dat het een historische gebeurtenis is in de zin dat het betekenis heeft voor het verloop van het historisch proces. Daarvoor heeft het geen enkele betekenis. Maar het heeft toch heel veel mensen op de been gebracht. Ook die er naartoe gingen om op het balkon ja, te kijken. Ja, dat is als groeimodel is het denk ik. Ja, en als je het, ik weet niet of ze de rechten verkocht hebben. Als je dat verpatst hebt aan de Amerikaanse zenders en zo, dan moet er wel goed aan verdiend kunnen worden volgens mij. Maar ik heb geen idee of dat ook gebeurd is. En ze hadden ook heel veel diversiteit hè, in die dienst. Dat werd ook nog gezegd door analisten. Van, je ziet echt een nieuwe koning die iedereen probeert erbij te betrekken. Geweldig. Draag het van harte toe. Als ik er verder maar niks mee te maken hoef te hebben. Maar een historische gebeurtenis was het niet. Nee. Het is sowieso, denk ik, die koninklijke huizen moeten toch eens, ook misschien in zelfonderzoek eens, hoe ze verder willen in de komende eeuw. Ja. 74 is die. Ja, het is wel dat je zo lang moet wachten. Dus in die zin gun ik het hem, dat hij al die jaren gewacht heeft. Hij heeft het goed kunnen voorbereiden in ieder geval, al die jaren. En hij is niet alleen de koning van het land, maar ook van de Anglicaanse kerk. Hè? Want die scheiding is er in het Verenigd Koninkrijk niet. Ja, nee, hij is het hoofd van de dat is natuurlijk door Hendrik de VIII zo gedecreteerd. Kijk, daar rijdt mijn zoon voor. Die zal ik even begroeten. Zet hem even stil, oké? Okay? Ja, dat is goed. We gaan zo door. Oké, dan laten we nog even een paar vragen doen van luisteraars. Een greep uit het aanbod. Hier zie ik iemand die zegt, het zou toch mooi zijn als Maarten elke dag Niels Holgersson krijgt voorgelezen. Ja, dat hoop ik ook. Ja, dat ik hoop zo dat ik een laatste verzorgende verpleegster heb die dan, laten we zeggen, liefst met de heldere stem van en goede dictie en tekstbegrip van mijn moeder Niels Holgersson aan mij voorleest. Ja, dat was Karen die dat zei. Dit is Rob. Maarten heeft al 2 keer beloofd een boek te bespreken over wie waarom de Tweede Wereldoorlog gewonnen heeft. Zou Maarten dat boek nog eens willen benoemen en bespreken? Ja, dat wil hij best doen. Richard Overy, Why the Allies Won. Overigens, geweldig boek, heel interessant. Als men, ik ben graag bereid om het te bespreken, helemaal geen probleem. Ja. Dat haakt in eigenlijk op een ander, nog veel interessanter vraagstuk. Hadden de Duitsers kunnen winnen? Dat heb je al heel vaak opgeroepen, die vraag. Maar we moeten het inderdaad wel nog maar een keer bespreken. Nooit beantwoord. Nee, we hebben dus iedere keer gezegd, de volgende keer. Oh. Het is een beetje op één wat we doen. Nou, het is een lastig te beantwoorden vraag. Ja. Of hadden de Duitsers kunnen winnen? Ik denk dat sommige mensen zullen baren tegen ja. Bij een schets van de situatie waar wij dan in 41 mee te maken hebben. En andere mensen zullen zeggen, op termijn toch eigenlijk niet. Wat had er anders moeten lopen om de Duitsers meer kansen te geven? Dat ga ik een keer uitleggen. Oh ja, maar we moeten het wel echt doen. Dan moeten we dat volgende week doen. Ja, is goed. Dan hebben we hier een Franse journalist. Moet je me nog even helpen herinneren voor. Dat doe ik, dat doe ik. Een Franse journalist, Stéphane Buzard van Le Temps. Hij zegt van, ik ben een journalist van een leidend Frans-talig dagelijks nieuwsblad in Zwitserland. En die krant, ik vertaal het eventjes, want hij schrijft het in het Engels, is bezig met het publiceren van een reeks aan artikelen over de globalisering van Rotterdam. En hij zou jou persoonlijk willen spreken om daar iets over te vertellen. Nou, hij is van harte welkom als hij nou maar niet denkt dat ik een bekend havendeskundige ben. Hij noemt je ook professor van Rossum. Zo spreekt hij aan. Dus, ja, heel fijn. Ja. Ja, ik ga niet meer uitleggen dat ik het niet meer ben, want dat is toch een hopeloze strijd. Dus. Maar wil je met deze man in gesprek komen? Of, Ja, maar hij hoeft niet naar Nederland te komen. Okay. Als ik het goed begrijp, spreekt hij prima Engels. Ja. Ik ben graag bereid om uit te leggen waarom Rotterdam een belangrijke haven is. En nog steeds volgens mij, althans in West-Europa, de grootste haven. We hebben het al eens eerder gehad over de komische ontdekking die ik deed. Ik dacht altijd dat Rotterdam de grootste haven ter wereld was. En dat je dan zo'n lijstje ziet. Ik ben hem vergeten, ik geloof van de CIA, die heeft zo'n heel systeem met encyclopedische kennis. Was Singapore toch? En als je dan ziet dat er 10 havens zijn in het Verre Oosten die groter zijn dan Rotterdam. Singapore denk 1, Shanghai misschien 2, ja. Dat weet ik niet precies. Hoe heet het, dat Shenzhen en Hongkong, het is allemaal van een andere dimensie. Andere vraag komt van Jelle uit Doorn. Die zegt, Israël viert het 75-jarige bestaan. Ja.
Diverse media, onder andere een interessant artikel in The Economist, besteden aandacht aan deze gebeurtenis. Ja, dat klopt. Ik ben benieuwd wat Maarten's kijk is op de actuele ontwikkelingen. Waarom Israël steeds verder opschuift naar rechts bijvoorbeeld? Israël na 75 jaar is eigenlijk een diep trieste zaak. Dat het met Israël zo ver gekomen is. Niet waar dat niet moet worden uitgesloten dat die boef, want dat is die Netanyahu, dat is een boef. Een machtsbeluste boef. Dat hij erin zal slagen om, laten we zeggen, de essentie van de democratie daar om hals te brengen. Dat is toch een diep tragische zaak. Dat Israël moet overkomen, dat is toch een hele droevige vertoning. Ja. Ik denk ook dat iedereen die iets geeft om Israël, of die iets, die, laten we zeggen, daar toch wel de allerlei punten de wereldgeschiedenis in ziet, bij alle kritiek die mogelijk is, die zal toch heel droevig gestemd zijn op dit moment over Israël. Ik wil het ook zeggen, natuurlijk, ze zijn ook wel in beweging gekomen. Ze demonstreren met enige regelmaat op grote schaal, maar we moeten maar hopen dat het goed afloopt. Ja, daar zit toch een beetje voor gebogen, voor die demonstraties laatst. Ja, uitstel, hè. Ik weet niet hoe die dat spel verder... Kijk, we denken steeds, het is klaar met die Netanyahu en dan duikt die toch weer op. Het bad eentje Netanyahu. Jelle wil ook weten van hoe het zit met de demografische ontwikkelingen in Israël en hoe zit het met het ontbreken van een grondwet? Ja, het ontbreken van een grondwet, eigenlijk gaat het om de bevoegdheden van het Hoge Rechtshof. En in die zin... Dat Hoge Rechtshof is in feite toch de kern van de rechtsstatelijke overwegingen op een reeks van punten. Je kunt op zichzelf heel goed zonder grondwet, zoals Engeland natuurlijk al heel lang demonstreert. Dat ze nou toevallig in de afgelopen jaren krankzinnig zijn geworden op het eiland, dat is weer een ander probleem. Maar je kunt zonder grondwet, ja. Sterker nog, de grondwet kan ook een hinderpaal worden wanneer veel mensen denken dat de grondwet geen mensenwerk is, maar door ons lieve heer zelf enige tijd geleden gecomponeerd is en opgeschreven. Zoals in de Verenigde Staten. Zodat je helemaal niets meer aan die grondwet kunt veranderen. Hè, zonder een soort van opstand te creëren. Bij ons kan de grondwet vrij regelmatig veranderd worden. Wat ook gebeurd is trouwens. Maar is er een relatie tussen het ontbreken van de grondwet en de ontwikkelingen waar we het net over hadden in Israël? Nou, je staat iets zwakker omdat je... Als hij erin slaagt om dus die bevoegdheden van het Hoge Rechtshof in te perken, dan zit je zonder grondwet. Dan zit je dus zonder grondwettelijke rechten die ergens opgeschreven zijn. Dus er is wel degelijk een link. Nou moet ik je zeggen dat een grondwet, hoe goed ook, nooit een belemmering is geweest voor de ontwikkeling van een gruwelijke dictatuur. Er zijn weinig grondwetten zo mooi als die van de Sovjet-Unie in 1936. Een prachtige, prachtige grondwet, nou ja. We weten wat voor land dat was. Maar je geeft Israël eigenlijk geen cent, als ik het goed begrijp, voor de toekomst. Nou, nee, ik denk wel dat het is niet volledig 100% te laat, dat geloof ik niet. Maar dat Israël in dit type van problemen verzeild is geraakt, niet waar, die ik niet anders kan beschrijven als de protodictatuur van een relatief kleine, fanatieke minderheid. Ja, dat vind ik wel betreurenswaardig, ja. Want mensen die ik hoor spreken over Tel Aviv, die zijn altijd toch wel lovend over wat daar gebeurt. Ja, over Tel Aviv, zeker niks mis mee. Er zijn allerlei hele positieve aspecten aan Israël natuurlijk. En dat is vooral natuurlijk dat het een vitale, zeer innovatieve economie heeft. En dat ze allerlei nuttige dingen hebben ontwikkeld en doen. Maar dit is heel triest. Jij was ook te spreken over hun leger. Ja, dat we zeggen, zijn we nu al een hele tijd niet gevochten. Het probleem met legers is... Dat als ze vaak vechten, dan kunnen ze goed vechten. Althans, als ze de boel een beetje op orde hebben, op de rails hebben. Ja, en dus nu zal het zo zijn. In de komende 10 jaar is het Oekraïense leger het beste leger ter wereld. Want ze hebben laten zien dat ze wat kunnen. Ja. Zeker tegen een aanzienlijk sterkere tegenstander is het vrij indrukwekkend wat ze vertoond hebben. Bij alle gebreken en tekorten die er ook zijn, maar toch... Dus ja, je moet wel, en dat was natuurlijk waarom die IDF, die Israeli Defense Force, waarom die zo goed was, ze alles maar oorlog voerden. Hè? In 48, in 56, in 67, in 73, gaan ze maar door. En voor zover we dat hebben kunnen zien, konden ze er ook een poepie van.
Ze konden goed vechten. Nou, dit was alweer een aflevering van Maarten van Rossum, de podcast. Aflevering 411 alweer. Mis niks van deze podcast en volg hem in je podcast app. Want dan krijg je aflevering 412 vanzelf in je feed te zien. Tot de volgende keer. Wat een politieke dwergen, hè? Wat een kabouterpolitiek. Maarten van Rossum over Hitler. Er zijn maar heel weinig mensen die zo oud worden. En Hitler is helemaal niet erg oud geworden. Want Hitler is natuurlijk uiteindelijk maar 56 geworden. Hij zelf was er ook van overtuigd dat hij niet oud zou worden. En we kunnen niet anders zeggen dan op dit punt bleek hij het gelijk volledig aan zijn kant te hebben. Een nieuw luisterboek, nu via de link in de beschrijving bij deze podcast. En wil je nog een podcast luisteren? Luister dan nu naar Sea Level. Daarin vertelt de baas van Ahold Delhaize, Wouter Kolk, hoe de supermarkt van de toekomst eruit ziet. De link naar de podcast staat in de show notes.